Vanuit Outdoor Gelderland nog altijd aanwezig hier met Studio Clip My Horse. Zo dadelijk weer een paar leuke gasten. We gaan het hebben over ruiterfitheid. Gedeputeerde Jan Marking komt langs en springruiter Karim El Zoghbi. Jawel, de Egyptenaar die inmiddels Nederlands spreekt. Blijft u kijken, ik ga snel naar de studio. Mooie combinatie, want we zitten in de studio met een internationale springruiter, sterker nog een meervoudig Olympiër. En iemand die die meervoudig Olympiër misschien nog wel fitter kan krijgen dan hij al is. Want ik mag aan u voorstellen, Janneke van One Switch. En die gaat ons alles vertellen over ruiterfitheid. Ja, Janneke, dat een paard fit moet zijn om die hoge hindernissen te springen, dat geloven we allemaal wel. Maar diegene die op zijn rug zit? Ja, die ook natuurlijk. Het is een team, dus het is ook een teamsport eigenlijk. Dus ruiter en paard moeten allebei zo fit mogelijk zijn. Fit to compete. Net zoals met de vetcheck gecheckt wordt, zeg maar. Ja. Dus als die ruiter geen goede conditie heeft, of niet goed in balans zit, of naar voren klapt, of niet op het juiste moment uit het zadel komt bijvoorbeeld, dan heeft het paard daar last van. En dan zijn de prestaties ook gewoon minder goed. Dus allebei aan hun fitheid werken, zou ik zeggen. Iets wat lang onderschat is door de ruiters en Amazones? Ik wil dat niet zo concreet zeggen, maar ik denk wel dat er nog een weg te gaan is om echt de fitheid van de ruiter een vast onderdeel van de paardensport te maken. Eigenlijk in alle disciplines, dus daar werken we hard voor. Kun je kort uitleggen wat jullie doen? Want One Switch, een bedrijf, een organisatie die zich daar best wel hard voor maakt. Ja, klopt. Wij zijn ongeveer 5 jaar begonnen met ons bedrijf. En we zijn gestart bij Dressuurstal van Balen. Eerlijk gezegd per toeval terechtgekomen, maar daar eigenlijk gelijk elke week kwamen we daar terug. En veel ervaring opgedaan met analyseren van ruiters, vragen van wat heb je nodig, waar zitten je pijnpuntjes, waar kan het beter? Gewoon fysiek gezien vanuit de ruiter, zeg maar. Ja. En daar dan oefeningen voor bedenken om dus flexibeler, symmetrischer, betere conditie, beter gebruik van alle bekkenspieren, buikspieren enzovoorts. Om dus goed te kunnen meebewegen, want coördinatie is natuurlijk heel belangrijk. En dan moet je dat wel hebben, zeg maar, ook beide kanten op. Dus daar werken we heel erg aan. En naast het geven van trainingen hebben we nu ook de opleiding tot Ruiter Vitaal Coach in het leven geroepen om andere mensen het ook te leren. Ja. Dus zo proberen we echt wel, hebben we echt als missie om elke ruiter wereldwijd te bereiken. En ze wat met zichzelf ook te laten doen. Ook laagdrempelig, hoeft niet super lang en intensief te zijn, maar kleine stapjes kunnen al heel veel helpen. Die opleiding en dat fit maken van die ruiters, dat is iets wat jullie inmiddels internationaal uitrollen. Want ik heb begrepen, in Nederland en België weten ze jullie inmiddels goed te vinden. Maar er zit nog groei in. Ja, er zit zeker wat ik zeg. Er vallen nog heel veel meters te maken, denk ik. We hebben de eerste internationale stappen wel gezet. We zijn een paar keer naar de Emiraten geweest. En we hebben nu ook een samenwerking met Helgestrand en Beerbaum. In hun Master Rider Education zitten wij met onze opleiding ook geïntegreerd. Dus dat is echt de stap 1 waarmee we hopen dat we ook gewoon echt zoveel mogelijk ruiters kunnen bereiken. En we hebben de eerste contacten ook met de Wereldbond, met de FVI gelegd. Dus we willen echt proberen vanuit ook de overkoepelende organisaties ruiters te bereiken. Ook in het kader van paardenwelzijn en zo. Denk ik gewoon dat het echt heel belangrijk is. Ook om de paardensport gewoon nog in leven te houden, denk ik. Want er staat natuurlijk best wel veel druk op. Ja. Om dus ook wat de ruiters wat aan zichzelf te helpen doen. En beter te zitten. Ik heb het zelf ook even mogen ervaren. Een klein oefeningetje. Dat ging me half af. Dus er is nog wat werk aan de winkel. Maar de mensen die eventueel geïnteresseerd zouden zijn, hè, de ruiters en Amazones, die zeggen, goh, ik wil daar wel meer mee doen. Ik denk dat ik op die manier de puntjes op de i kan zetten. Hoe kunnen die jullie vinden? Je kan natuurlijk altijd op onze website kijken. www.oneswitch.nl. We hebben ook een online academy. www.oneswitchacademy.com. Daar staat een masterclass op. Dat is een soort mini-cursus die je kan doen, waar je wat over anatomie leert, over voeding, over ruiteranalyse. En we hebben dus de volledige opleiding die je ook kan doen als je dat wilt. Ja. Maar we gaan ook 10 weken programma's, trainingsprogramma's opnemen, waarmee ruiters dus ook gewoon heel laagdrempelig met een half uurtje per keer met hun eigen fitheid aan de slag kunnen. Dus, dat dus komt laagdrempelig en dat kun je volledig uitbouwen. Ja, precies. Karim, even naar jou. Meervoudig Olympiër, een paar keer meegedaan. Je was blijkbaar fit genoeg. Ja, fit wel. Je moet wel fit zijn.
Elke keer voor de Spelen ging ik ook met de personal trainer bezig. Toch wel? Ja, voor maanden. Ja. Ja, je moet wel fit zijn. En ik jog heel veel met die paarden ook. Dus ik jog en de hand. Rennen. Ja, ja, ja. Ik jog, ik woon tegen het bos. Ja. En ik jog heel vaak zelf met die paarden in handen. Ja, ja, ja. En dus een betere training dan erop gaan zitten misschien? Ja, vaak wel. Vaak wel. Ze luisteren naar jouw stem en je leert ze veel beter kennen. En, ja. En dan maak je je zorgen als jij de paard eruit rent? Of? Nee, nee, nee. Ze lopen ook vaak wel achter mijn zonder touw of niks. Nee, daar maak ik geen zorgen over. We gaan even naar de plek waar we nu zitten. We zitten in Vragender, Lichtenvoorde. Voorheen dat prachtige outdoor Gelderland wat in Papendal plaatsvond. En nu ineens hier. Jij bent er daarbij geweest. Je bent er nu hierbij. Hoe bevalt dat? Het bevalt perfect eigenlijk. Als je kijkt wat voor elkaar hier alles in de piste losrijden. De stallen zelfs met warm weer. Dan heb je ze allemaal open. En ik vind het gewoon perfect voor elkaar. En zulke concours moet je vaker hebben. Nu je hier toch zit, jij rijdt onder de Egyptische vlag. Je bent gevestigd in Nederland al een hele lange tijd. Maar de Egyptische federatie, daar is wel het een en ander aan de hand. Want ik zie twee van jullie topruiters achter elkaar ineens voor andere landen rijden. Hè? We hebben het over Sami El Dahan, die voor Engeland is gaan rijden. Abdel Said, Belgische nationaliteit aangenomen. Staat het daar een beetje onder druk? Ik vind het ten eerste heel jammer, omdat zulke routers, die zijn succesvol routers, punt out. Heeft niks te maken met welke land ze rijden. Dus voor Egypte was het iets die zo bijzonder is om zulke routers te hebben. En ja, Abdel en Semmeh, die ken ik al hele leven bijna. En zijn paardenmensen. Het gaat niet om alleen op een paard zitten, maar je moet ook een paardenmens zijn. En daar krijg je de meeste oud en paard en de meest zelf de tevredenheid samen. En ik zag dat helemaal zitten met hun. En dan ja, met de federatie. De federatie heeft cursus gemaakt voor andere routers. En ja, Sam was heel succesvol. Die had net in Parijs gewonnen. Ja, de Global gewonnen. Ja, dus dat was net. Dus hij was de piek was daar voor de paard en voor hem. Dus ik begrijp hem wel als hij niet genomen wordt. Dan wordt het een na de andere moeilijk voor de routers. En voor mij betreft, ik vind het heel jammer. Dat gaat niet meer gebeuren zo'n komende 30 jaar om zulke routers bij elkaar te hebben. Nee, dus een vervanger niet zomaar gevonden voor twee zulke sterke routers. Nee, 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 nee. Dan even over jouw eigen optredens hier op Ouder Gelderland. Hoe loopt het tot dusver? Of is dat een gevoelige vraag? Nee, nee, nee. In de sport heb je goede dagen en slechte dagen. Zo simpel is het. En ja, ik heb alle paarden zijn een beetje nieuw. Ja. Nu zie ik dat paard wat loopt hier op, die, op de scherm. Ja. Dat was de eerste dag. En het is grappig omdat dat paard komt hier uit de buurt. Oké. Okay. Ja, die is gefokt door Sabine Bauer net hier uit de buurt. En dus een thuiswedstrijd voor het paard in ieder geval. Ja, voor het paard wel. Maar het is ook grappig. Dat paard is de laatste twee jaar, ik denk, 4-5 keer van ruiter gewisseld, verkocht elke keer. En nu heb ik hem en we zijn vrienden. En dat duurt even tijd. En daar misschien vroeg ik hem een beetje te snel. Hij was heel snel voor de proef. En ja, had een beetje pech op de laatste, maar dat zit ook in de sport. Geplaatst voor de grote prijs of? Geplaatst voor de grote prijs. En ik rijd die andere paard. Dat is ook een paard die heb ik niet zo lang. En, heb je nog tips voor de boekmakers? Hoe staat hij ervoor? Ik denk iedereen gaat ervoor. Iedereen gaat ervoor, dat moet ook. Dat moet maar ook. Heb je hem al wel eens gewonnen, de grote prijs van Gelderland? Nee, ik was een paar keer geplaatst, maar niet. Nee, nee. Dus misschien snel even langs de fitheidscoach en de puntjes op de i zetten. Maar is dat iets waarvan jij zegt, hey, dat spreekt me wel aan, dat verhaal wat Janneke hier vertelt? Natuurlijk, daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Ik zag jou die oefening doen, dat deed ik heel vaak. Ja. En in het begin toen zeiden ze tegen mij, dat was jaren terug. Ik denk, ik begon met echt een personal trainer toen voor Londen, de Olympische Spelen. En toen hij zei tegen mij, je gaat met één been op een bal staan. Ja. En gooien wij jou een bal om vast te houden. Ja, ja. En zo'n oefening en op één been voor de core en alles, dacht ik, mijn stijve lichaam, dat is geen kans. Ja. Maar net als met paarden, oefenen. En dan dat jouw lichaam en jouw hersens zijn in één.
dan kun je heel veel meer bereiken, dat sowieso. Iets wat jij herkent, Janneke? Ja, oefening baart kunst. Ik bedoel, soms komen wij ruiters tegen, die hebben dus gewoon echt geen ervaring in de fitness. Ja. En dan zijn die oefeningen gewoon echt nieuw. Maar het is wel verbazingwekkend hoe snel je lichaam het op kan pakken na een aantal trainingen. En hoe snel je ook al verschil merkt met rijden. Dat je gewoon lekkerder zit, betere coördinatie. En zit er dan nog verschil tussen springen en dressuurruiters? Ik denk, wat er van het lichaam gevraagd wordt is natuurlijk wel anders. Een dressuurruiter moet echt heel subtiel handelingen kunnen uitvoeren. En ook zo onafhankelijk mogelijk. En een springruiter is echt meer explosief. En zichzelf goed op kunnen vangen, goede timing, ritmegevoel. Dus daar zit wel onderscheid in, ook hoe je met ze traint en waar je op let, zeg maar, qua fitheid. Karim, jij draait ook al een aantal jaartjes mee op topniveau. Merk je dat aan je lichaam, dat je misschien een beetje stijver wordt dan je jaren terug was? Natuurlijk, maar dat voel je in bepaalde dingen. Maar dan moet je wel in de gaten houden om te blijven oefenen waar je wordt zwak. En heel veel springruiters worden zwak in de rug, in de spieren, in de benen, dit. En dan moet je wel, net als met de oude paard, de oefening, die passen voor. En blijven bewegen, blijven doorgaan en blijven in de gaten houden. En dan, zie ik geen punt mee. Ik wil met jou nog heel even terug naar het onderwerp wat we eerder aansneden, hè? De strubbelingen een beetje rond de federatie met Egypte. Voor de komende jaren, vrees jij dat jouw plekje op 5-sterren niveau daardoor op het spel staat of niet? Gaan we jou gewoon terug blijven zien? Ik had de laatste paar jaar geen paarden. Ja. Dus nu heb ik wel die paarden. Die zijn nog niet helemaal op niveau. Maar ik zeg altijd bring it on. Weet je, ik moet bewijzen dat ik ben beter en klaar. Ja. Ik bedoel, ik hou van competitie, daarom ben ik ook hier. Dus ik zeg tegen iedereen, bring it on, weet je, komende generaties. Ik ben hier en ik blijf vechten en als ik goed ben, try to be better. Heel goed, we gaan het blijven volgen. Janneke, bring it on met One Switch, internationaal uitrollen. Ja, dat is wel een missie. Volgens mij zijn jullie goed op weg, want jullie hebben zelfs aangeklopt bij de FII. Zelfs die gaat jullie pakketten uitrollen. Ja, we hebben een eerste stap gezet, zeg maar, om een workshop te gaan organiseren voor de coaches. Want zij hebben natuurlijk ook de coachopleiding en alles. Dus voor mij een hele grote motivatie om dat gewoon heel erg goed te doen. En te overtuigen dat het wereldwijd wordt aangeboden. Dus ik heb weer wat te doen, laten we het zo zeggen. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dames en heren, u hoort het. Janneke van One Switch, ruiterfitheid, een zeer actueel onderwerp. En dan Karim El Zoghbi, de Egyptische Nederlander of de Nederlandse Egyptenaar. Zegt u het maar, hij rijdt straks mee in de grote prijs op Outdoor Gelderland. Die natuurlijk live te volgen is op Clip My Horse. Bedankt voor het kijken.